Welkom bij de tweede aflevering van de Breiste. Vorige week hebben jullie kennis gemaakt met de eerste vijf en nu komen de andere vijf kandidaten aan jullie voorbij. En dat zijn Bernadette, Linda, Inge, Irma en Robert. Ik ben Linda Koning. Ik ben 40 jaar, kom uit Alkmaar, ben getrouwd, twee kinderen. Twee meiden van 12 en 14. Ik ben Inge Bastiaanse, ik ben 36 jaar. Ik ben getrouwd, moeder van twee kindjes, twee meisjes. Ik woon in Middelbeers. Hallo, ik ben Bernadette Bosman. Woonachtig in Kerkdriel. Sinds 4 jaar, kom officieel uit de Randstad. Gehuwd met Wim, al heel lang. Ik ben bijna 64. Ik ben Robert, ik ben 52 en ik kom uit Gouda. Ik ben een zeer creatief persoon, mijn handen staan nooit stil. Dus, breien is toch een van mijn hobby's. Ik ben Irma de Wit. Ik kom uit Westland, dat ligt tussen Den Haag en Rotterdam aan de kust. En ik ben getrouwd en ik heb twee kindjes. Ik hou van breien. Ik ben altijd werkzaam geweest in de paramedische sector. Brei al heel lang. Ik werk op de gordijnenafdeling van een interieurstofferingsbedrijf wat ook meubels stoffeert. Ik heb een eigen winkeltje waar ik mijn handgeverfde garen maak en verkoop, dus dat houdt me bezig. Waarschijnlijk van thuis, want ik mijn moeder breide en dat vond ik altijd heel interessant. Dan probeerde ik het ook als klein jongetje en ja, verder niet meer dan vierkante lapjes, maar op een gegeven moment werd het toch meer en ja, ik heb het mezelf aangeleerd. Dat is een goede vraag. Eigenlijk om iets te breien, om lekker te ontspannen en om iets te maken wat een ander niet heeft. Wat niet te koop is in een winkel, dat is eigenlijk een beetje de passie. Ik heb het eigenlijk van mijn zus geleerd. Die kwam daar toen een keer mee, eerst haken en daarna heb ze mij breien geleerd. Ja, ik vond het heel ontspannend, heerlijk. Mijn oma's hebben allebei gebreid en mijn moeder heeft gebreid en dat heb ik overgenomen. En ik heb mezelf het aangeleerd via YouTube. Ik ben linkshandig, dus dat was best wel een uitdaging, want alles is op YouTube rechts. Dus ik ben gewoon eraan begonnen en in de loop van de tijd heb ik mezelf daarin ontwikkeld. Nou, ik ben altijd bezig geweest met mijn handen. Dus als in de klas vroeger al, ik was altijd poppetjes aan het tekenen of andere dingen aan het doen met mijn handen. Ik kreeg vaak naar mijn hoofd van, joh, zit eens stil, hou eens op. Opletten, terwijl ik let beter op als ik iets aan het friemelen ben dan wanneer ik dat niet doe. Maar ik ben dus altijd daar wel mee bezig geweest en eigenlijk eerst gehaakt toen ik ging studeren een beetje. En de laatste jaren weer de oude breikennis van lang geleden, toen ik een kindje was, weer opgehaald. Ik vind het heel leuk dat je project steeds verder ontwikkelt en dat je ziet wat het wordt. En ik brei heel vaak van boven naar beneden. Dus dan kun je het ook gaan aantrekken, bijvoorbeeld een trui. En dan zie je dat jouw werk wat je maakt loont. En ja, dat het een product wordt. Nou, dat het zo ontspannend is, kan ontspannend, maar ook wel weer uitdagend. Om elke keer weer wat anders te proberen. En andere wol, andere naalden, andere projecten. Geeft ontspanning en je ziet iets groeien. Ja, ik vind het gewoon leuk, ja. Wat moet ik? Ik ben gek op materialen en de kleuren en dat is het eigenlijk, ja. Dat je iets maakt en ook dat het heerlijk relaxed is, omdat het een soort meditatieve, het is een terugkerende handeling, dus een soort meditatief moment. En ik kan dan heerlijk op de bank even de dag van me afzetten. Het is heel divers, hè? Want als je ingewikkelde patronen, vind ik het heel fijn om dingen uit te moeten zoeken. En klopt het wel wat ik gedaan heb, vind ik superleuk. En soms is het gewoon alleen puur de beweging, lekker in het rond, alleen maar rechtuit. En dan dat is ook heel fijn. Het heeft alles eigenlijk. En ik vind het ook leuk om
nieuwe dingen te ontdekken. Dus ook nieuwe ook op breigebied van nieuwe patronen, nieuwe steken of met nieuwe kleuren werken. Dat ik denk van, oh, dat is leuk. Ik heb het geleerd van mijn moeder toen ik denk 5, 6 was en misschien nog een keer toen ik 8, 9 was. En ja, nooit echt veel verder gekomen dan een vierkantje als het lukte. Ik denk ongeveer iets van 8 jaar of zoiets. Ik denk dat mijn moeder het geleerd heeft toen ik een jaar of 6 was. Toen op de lagere school, daar hadden wij nog handwerkles. Toen een tijd niet. En toen ben ik gaan studeren en vanaf dat moment eigenlijk sjaals breien met andere meiden op de studentenflat. En wat ik al zei, gaan haken toen ik studeerde. En ik merkte dat niet alles wat ik wilde maken lukte met haken. En toen ben ik weer gaan breien en eigenlijk niet meer gestopt. Ja, YouTube heeft mij leren breien en ik heb er, ik denk zeker al een jaar of 10. Als het niet al iets langer is. Ik ben daar vrij jong mee begonnen en ook al een aantal jaren niet, want ik heb een polsblessure gehad. Mijn moeder heeft de basisdingen geleerd en ik heb het me daarna zelf geleerd. En volgens mij breid ik echt, zeg maar al een jaar of 20, 25 jaar. Na die polsblessure heb ik het weer opgepakt en het liefst non-stop soms. Eigenlijk wel jassen breien. Jassen breien en dan het liefst met kabels of met een gek patroon. En inbreien, ja. Ja, ik heb de laatste jaren veel stola's gebreid en dan met kantbreien, zeg maar. En poppen. Dat zijn totaal twee andere dingen, maar... In sokken. Sokken breien. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat vind ik het leukst om te doen. Dus ik denk dat ik dat wel heel veel doe eigenlijk. Ik heb altijd wel een sok op de pennen staan. En dan daar weer de uitdaging om in te zoeken dat het anders kan, hoog, laag. Ik hou toch ook wel van de wiskunde erachter. Dus ik heb ook een exacte opleiding gedaan en ik vind het heel fijn om te zien dat er iets klopt en dat ik snap waarom iets gaat zoals het gaat. Dus ik zal nooit zomaar een meerdering doen gewoon omdat er staat dat hij daar moet zitten, maar ik wil begrijpen waarom die er zit. Ik denk dat dat wel uniek is ten opzichte van anderen misschien. Ja. Ik vind rondbreinaald het leukste. Daar kun je gewoon veel meer mee, vind ik zelf, dan met een gewone breinaald, omdat je dan geen naden ziet, makkelijker door kan breien. En truien vind ik leuk om te breien. Eigenlijk helemaal niks. Ik heb me erin geschreven en ik had nooit verwacht dat ik uitgenodigd werd om mee te doen aan deze wedstrijd. Dus ik heb voor mezelf genomen, ik val gewoon als eerste af en alles wat daarboven is, is gewoon superleuk. Ja, dat is een hele goede vraag. hopelijk dat ik weer nieuwe dingen oppik. Nou, eigenlijk meer de mogelijkheden die je met elkaar eigenlijk van anderen ziet. Hoe doet die het? Hoe doet de ander het? Ik vind de uitdagingen alleen al leuk. Wat je gaat leren, medekandidaten, andere rolsoorten. Volgens een opdracht werken, uitschrijven. Ik zie wel. Ik vind het heel spannend. Ik weet niet wat ik ervan verwacht. Ik laat het gebeuren, ik zie het en ga het meemaken. En ook dat je misschien het beter een patroon weet, zelf weet te creëren. Want soms loop je, als je dat niet hebt geleerd, dan loop je wel eens tegen dingen op. Dan doe je maar soms wat en dan valt het wel goed uit. Maar het is wel leuk om gewoon een stapje verder te komen dan eigenlijk het simpele breiboek. Heel veel hectiek in mijn hoofd. Ik heb echt geen idee wat ze gaan vragen natuurlijk. Ik hoop dat ik er een drempel mee over durf, dat ik aan anderen durf te laten zien wat ik zelf kan maken. In plaats van alleen maar een patroon volg ik nooit helemaal. Maar dat ik iets meer durf heb om te laten zien, ja maar kijk, ik kan het ook zelf verzinnen. Ja. Ik denk toch wel inbreien, ja.
het inbreien van, en zodat de achterkant bijna net zo mooi is als de voorkant. Waarschijnlijk mijn kennis. En ook dat ik de mogelijkheid heb om iets plats naar iets ronds te denken. Mijn grootste troef zal denk ik de rondbreinaald zijn, omdat ik dat erg leuk vind om daarmee te breien. Ik hoop dan de sokken. Ja. Ja, misschien wel wat ik net zei, dus dat ik mijn breiwerk probeer te snappen. Dus niet zomaar een schema pak, maar altijd probeer te begrijpen waar het vandaan komt. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Daar heb ik totaal niet over nagedacht. Ja, hangt er ook een beetje vanaf wat er in de wedstrijd zit, hè? Want als die laatste opdracht een grote sjaal is, dan weet ik niet of ik zin heb om meteen nog een grote sjaal te gaan maken. Maar dat zijn wel de dingen die ik zelf het liefste draag. Misschien wat makkelijkere patronen voor mensen die het niet zo in de vingers hebben. Dus eigenlijk voor degene die wel willen breien, maar de coördinatie en de vaardigheden niet hebben om daar iets voor te ontwikkelen, waardoor het makkelijker wordt voor sommigen. Mijn eerste project zou denk ik een trui zijn voor een volwassen, omdat ik dat leuk vind om te breien. Nou, dan wordt het toch een trui, weer een mooie trui voor mezelf. Ja, dat is lastig. Ik denk dat het dan wat groot wordt van een deken of trui of vest. Ja, denk ik dan wel. En als ik het dan nog kan kiezen, dan gooi ik het gelijk ook naar de vintage kant. Want dat vind ik toch ook wel erg leuk om te breien van die... Soms vind je of koop je van die oude handwerkboekjes van de jaren 40, 50. Moet je soms wel een beetje vertalen naar de mate van nu, omdat we allemaal wat forser zijn in deze periode, in deze generatie. Maar dat vind ik toch wel erg leuk. Oh, heel veel. Haken. Het zelf ontwerpen van kleding, het maken van vervaardigen van kleding, van tassen, piano spelen, vakantie, lezen, studeren. Sowieso wol, haken, en mijn kinderen, wandelen, fietsen. Ja. Ik denk alles wat je met een draadje kan doen, dat ik het wel geprobeerd heb. Ja, ik ben aan het weven, haken doe ik wat minder, krijg ik zere handen van. Maar ik ben aan het weven en ik ben mezelf aan het leren kantklossen. Ik doe graag sporten, met kindjes leuke dingen, met mijn vriendinnen leuke dingen. Ik lees meestal tegelijk met breien, want lang leven het luisterboek. En ik maak mijn eigen kleding, want dat is beroepmatig. Ik heb nog een hele leuke hond thuis die ik aan het opvoeden ben. We hebben ook nog een moestuin. Dus genoeg leuke dingen om ook naast het breien te doen. Ja, en ik ga graag naar musea en tentoonstellingen. En vooral kostuumtentoonstellingen, want dat is toch wel een grote hobby van me. Van de historische jurken, zeg maar. Heel veel zin. Ja. Heel spannend, maar ik heb er heel veel zin in. Heel veel. Heel veel. Ik vind echt gewoon... Op het laatste moment zag ik het langskomen. Ik lees niet alle nieuwsbrieven. En ik denk, nou, wie niet wagen, wie niet wint. Ik vond het echt een uitdaging. Wat zeggen ze altijd, die kindjes uit dat boekje, tot de maan en weer terug? Ja, ik heb er heel veel zin in, ja. Heel erg veel zin. Dus, maar ik vond het wel zoiets van, maar ik weet helemaal niks, kan me niks voorbereiden, kan niks. Omdat ik niet weet wat de opdrachten zijn, natuurlijk. Dus mijn handen popelen om de opdrachten in te kunnen zien. Ik ben heel benieuwd wat de opdrachten gaan brengen. Ik denk die roze doos te openen, om te kijken wat erin zit, wat de opdracht is. Kijken wat de anderen doen, hoe die erin staan. En, ja, Wel, ik merk nu al dat het met de clubmeiden en de meneer die erbij is, dat het super gezellig is. En ik denk juist het delen met elkaar. Ik denk dat ik daar misschien wel nog meer naar uitkijk dan de opdrachten zelf. De 10 kandidaten zijn aan je voorgesteld en ze kunnen eigenlijk lekker aan de slag. Wij gaan ze uitdagen. Volgende week begint de eerste opdracht. En wat dat gaat worden, dat verklappen we niet. Dat zie je volgende week. Tot dan!
Doeg. Zo mensen, de zoektocht is begonnen naar de breister. Nou, voor het eerst vloggen. Ik vind de opdracht als eerste opdracht eigenlijk al best pittig. Ik vind het echt een hele toffe opdracht. Ik weet nog niet zeker of ik ze alle drie gebruik.